14 augustus is een brugdag. We gaan 100 kilometer fietsen. Er zitten een paar verrassingen in. Het is geen vlakke route. We vertrekken langs de lokale routes. Bospaadjes. Een unieke stijl om over boomstronkjes te rijden. Maar zij is er wel over natuurlijk. Maar de volgende is voor haar te hoog. Het zonnetje schijnt. Het is echt wel de moeite om eens rond te kijken. Van de oude spoorweg Vloebeck-Augy had ik wel iets anders verwacht. Sportvoeding. Zeker nodig. Ja. Doe maar open. Wat denk je dat gesmolten gaat zijn? Dat zou misschien kunnen gelijk hebben. Ideaal. Zal dat toch beter smaken dan uw reepjes? Qua ondergrond hebben we nu zowat alles gehad. Na 43 kilometer met nog aan het lachen. De steengroeven in Lessine hebben we ook weer gezien. Volgende week passeert er trouwens een toertocht waar je deze volledig kan afdalen. Waar kan je beter een mattentaartje eten dan in Gerardsbergen in het wielercafé van Frederik Penne? Ideaal voer om de muur op te rijden. Queen of the Hill. What goes up must come down. En nu de lokale bezienswaardigheden in Haaltert. Onze rondrit is compleet. Wel schatje, uw energiereepjes smolten die niet? Wie laat slacht, beslacht.